Ik doop de recovery. En ik wens de recovery en haar bemanning een behouden vaart. Met een emmer kletsnat Maaswater werd de recovery in de Oude Haven gedoopt. De roeiboot is bijzonder omdat die verslaafde een uitweg uit hun situatie moet bieden. Normaal doop je een boot met champagne, maar dat is hier geen optie. Ja, dat zou wel een doodzonde zijn natuurlijk. We zijn wel met een verslavingsachtergrond. Ja, als je dan een fles alcohol tegen de boeg aan zou slaan, dat zou wel natuurlijk echt een... Dat is niet gepast. Nee. Adrie werkte vroeger bij de marine en leerde de diepste dalen van het leven kennen. Hij was 10 jaar lang verslaafd aan cocaïne en drank, werd een bekende van justitie, had geen sociale contacten meer en raakte ook nog eens dakloos. Het roer moest om. Voor zijn herstel ging hij roeien met oud-mariniers. En dat werd een ware openbaring voor hem. Ja, en toen ik voor het eerst ging roeien, en toen roeide ik langs het Noordereiland. Ja, en daar stond een oud vrouwtje op het balkon en die begon deze naam te zwaaien. Ja, dat is gewoon een fantastisch gevoel, weet je wel. Dat je ineens weer dat mensen je weer leuk vinden, dat je weer mee mag doen en dat je er weer bij hoort. Ja, en dat is eigenlijk het gevoel geweest dat ik dacht van, ja, is dat alleen bij mij of is dat ook bij anderen? Ook Joël is bekend met drank- en drugsproblematiek. Hij roeit tegenwoordig mee in de boot en ziet in wat deze groep zo belangrijk voor elkaar maakt. De verbondenheid. Maar ergens om het thuis kunnen voelen, met lotgenoten eigenlijk ook, maar ook gewoon mee mag doen. Met een doel eigenlijk, met een gezonder doel. En ik sta er niet alleen voor, dat vooral. Je komt allemaal uit hetzelfde schuitje. Nou, dat is wel een toepasselijke zin, hè? Hetzelfde schuitje. Dus oordelen heb gewoon geen zin. Want het gaat erom weet je, waar je heen wil en waar je niet waar je vandaan komt. Adrie werkt inmiddels 4 jaar als ervaringsdeskundige bij Antes. Hij wilde zijn ervaringen met roeien inzetten voor lotgenoten. En dat doet hij met succes. En na 8 weken kwam er een heel team. Ja, en toen werd het steeds groter eigenlijk. En het eindresultaat dat we vandaag onze boot gedoopt hebben.